Welke overlast heeft u van de eikenprocessierups? Nou, in de eerste plaats ben ik heel erg allergisch ervoor. Je krijgt overal jeuk. Mijn buurjongen ook, meerdere mensen in de buurt. En ik vind gewoon dat de gemeente te weinig doet. Hun stellen naar prioriteiten, maar willen wij ook graag. Er lopen hier heel veel kinderen met scholen die gaan picknicken bij de kinderboerderij in het bos. De mensen van de Titus Brandsmahof die met vrijwilligers met de rolstoelen hier doorkomen. Iedereen heeft er last van. We hebben natuurlijk in het voorjaar al gespoten, maar nu er zoveel eikenprocessierups en heel veel bomen zijn, gaan we met stofzuigers alle nesten wegzuigen. We kunnen natuurlijk niet alles tegelijk. We hebben 2 hoogwerkers en 2 stofzuigers ter beschikking. Dus we moeten wel keuzes maken over waar we beginnen. Deze benadering is vrij effectief. Dat wil niet zeggen dat zich niet ergens een rupsje achter een blad heeft verstopt als wij aan het zuigen zijn. Dus het kan ook maar zo zijn dat er weer een nieuw nest ontstaat. Dat is geen garantie. Maar dit werkt vrij goed. De eikenprocessierups is een rups die heel veel overlast aan de bevolking, zeker de mensen, geeft. En weinig met de eikenboom doet. De eikenboom heeft er zelf geen last van. Hij wordt wel een beetje aangevreten, maar daar geeft hij niks om. Dus daar groeit hij gewoon doorheen. Maar voor de burger is het een heel vervelend ding. Vroeger hoorden we er nooit zoveel over. Hoe komt het dat het tegenwoordig zo aan de orde is? Ja, dat is een beetje gissen natuurlijk. Het schijnt dat beestje al heel lang geleden voorkwam in Frankrijk. Dat hij vanuit Frankrijk hier naartoe is gekomen. En nou, Limburg is het eerste mee besmet geraakt. En van daaruit heeft het beestje zich verspreid over Nederland. De gemeente zegt dat ze prioriteiten moeten stellen. Wat vindt u daarvan? Ja, nou wat zijn hun prioriteiten en wat zijn onze prioriteiten? Ik vind gewoon als je heel veel mensen langskomen, het is echt een weg van, nou, iedereen komt hier gewoon langs, ook naar het groene veld, overal. Allemaal kinderen die gaan zwemmen en naar het bos gaan. Zondags is er in het bos, is de muziek in de koepel. Ja, er komen zo gigantisch veel mensen hier langs, dus ik vind gewoon dat ze hier wat aan moeten doen. Dat is mijn prioriteit. We hebben alle bomen waar nesten in zitten gemarkeerd. En dan hebben we de mensen met de stofzuiger sturen we eerst naar plekken waar veel mensen zijn. En vooral kinderen, hè, die kunnen daar knap last van krijgen. Dus bij kinderspeelplaatsen, scholen, fietspaden waar veel mensen langs fietsen, die doen we eerst. En dan daarna proberen we ook de andere eiken allemaal aan de beurt te laten komen. Maar goed, we moeten het met 2 stofzuigers doen.